video. Ik review vandaag voor je de Velvet Matte Lip Crayons, zijn het geloof ik. Lip Colors van Essence. Die zit in het nieuwe assortiment van de lente en de zomer 2016. En er zijn 5 matte varianten en 5 glossy varianten. Die glossy varianten die boeien mij niet zo. Ik hou niet zo van glossy, ik hou gewoon van matte. En deze zijn alle 5 mat en ik heb die gekocht van een bon die ik van een collega heb gekregen. Voor mijn afscheid van de Albert Heijn. Hartstikke lief, dankjewel Danny. Ik weet niet of je dit filmpje kijkt, maar dit heb ik ervan gekocht. En ik wil ze vandaag graag voor je reviewen. Het is een hele variatie aan kleuren. Een lichtroze kleurtje, een beetje oudroze paarsig. Een donkerrode, een bordeauxrode en een zomerkleurtje een beetje. En ik begin even met de lichtste. En dit is, hoe heet jij, staan er namen. Nude Hero 01. En die ziet er zo uit. Een beetje Please Me-achtig misschien. En nou ja, ik ga hem opbrengen. Ik heb een beetje droge lip op het moment. Dus ik ben benieuwd of hij dat benadrukt. Ik heb hem even aangebracht. Ik ben er niet heel erg fan van. Dat ligt niet zozeer aan de structuur of de substantie, maar meer aan de kleur. Hij maakt mij gewoon een beetje blekerig. Hij ja, past niet helemaal bij mijn huid. Ja, het maakt mij een beetje flat. Ik hou er niet zo van. Sowieso van dit soort kleurtjes ben ik niet zo'n grote fan. Maar ik wilde wel een volledige review. Dus ik heb wel ja, gekozen om hem toch te kopen. Maar ik voelde de bui al een beetje hangen. En die bui die blijkt waarheid. Nummertje 2. Dat is deze oudroze kleur. Pony Star. Paars oudroze. En dat is die kleur. Die bovenste is die Nude Hero. Dit is Pony Star. En die gaan we ook proberen. Deze kleur vind ik zelf een stukje mooier. Hij doet me een beetje denken aan MAC Faux. En ja, ik vind hem heel erg leuk. Het is niet mijn favoriete kleur, dit soort tinten. Maar ik vind hem op zich wel heel erg leuk. Op naar nummertje 3, als ik mijn lippen schoon heb gemaakt. Nummer 3, dat is deze. En dit heet Mega Melon. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dat kan ook wel, want het is een heel leuk meloenkleurtje. Hartstikke grappig. En die ga ik ook aanbrengen, uiteraard. Makkelijker om het als een echte lippotloodje te gebruiken. Dus eerst de buitenkant en dan inkleuren naar de binnenkant. Heb ik al gemerkt. Dit is een heel leuk vrolijk zomerkleurtje. Substantie is ook fijn. Ik vind hem niet heel erg mat. Deze zijn beduidend matter. Maar ik heb daar niet zoveel last van. Deze ga ik echt in de zomer. Ga ik hier groot fan van zijn. Vind ik echt heel erg leuk. De vierde. En dit is Cherry Crash. En deze heb ik al een keer eerder gedragen. Die vond ik ook heel erg leuk. Hij is wel heel rood-rood. Je moet ervan houden. Anderen zullen het. Ja, ik doe ondertussen ook echt een beetje poetsen. Zullen het misschien een beetje omschrijven als hoerig of zo. Maar ik vond het wel meevallen. Zem dus. Oh, had ik die wel? Jawel, die had ik al wel op mijn hand laten zien. Ik zou hem niet zomaar dragen, want inderdaad, daar vind ik hem een beetje te hoerig voor. Sorry voor het woord gebruikt. Ik vind hem wel heel erg leuk van een feestje of zo, of een chicere gelegenheden. Of ja, net dat je zeg maar een bepaalde thematiek hebt dat dit kan. Ik zou hem nooit zo naar mijn werk dragen, dat niet. Dat vind ik hem net iets te specifieke kleur voor. Maar wel heel erg leuk. Ook deze is niet echt mat. Ja, het is nummer 5 alweer. En dat is ook meteen de donkerste kleur. En dat is Plum Perfect. En deze heb ik dus wel al een keer eerder gedragen. En die vond ik heel erg mooi. Dit is hem. Ik vind hem echt heel erg chic. Heel erg leuk. Wederom niet echt mat. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ben een beetje uitgeschoten ermee. Je schiet er wel snel mee uit. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. En dat komt ook een beetje omdat het, de substantie is romig. En
Ja, ik denk dat dat even gaan verzitten. Ik denk dat dat gewoon daardoor een beetje komt. Over het algemeen. Deze twee kleuren zijn niet mijn kleuren. Kan, dat is ieder voor zich. Het past gewoon niet zo mooi bij mij. Maar dat is, ja, wat ik al zei, ieder voor zich. Ik vind ze prettig aanbrengen, maar je moet er wel wat vaker overheen. Je moet er echt een beetje je best voor doen om ze mooi aan te brengen. Ze blijven, want ik heb deze natuurlijk een paar dagen gedragen. Ze blijven zo'n 2 à 3 uur op je lippen zitten als je niks eet en drinkt. Als je eet en drinkt zijn ze weg. Maar ja goed, de potloodjes kosten 2 euro per stuk. Ik bedoel, ja, dan kun je ook niet verwachten dat ze heel de dag blijven zitten. Ik vind ze niet echt mat. Maar niet dat het hinderlijk is. Niet dat ik denk van, oh wel lelijk of zo. Dus ik vind ze over het algemeen heel erg leuk. En voor 2 euro mag je ook niet te veel klagen. En vooral ja, deze 3 kleuren vind ik dus heel erg leuk. Dit was mijn review. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Zou je alsjeblieft even willen abonneren op de button hieronder drukken. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei!